start gevallen. Paarden zijn gestart. Your Love Lore is aan de binnenzijde. Aan de buitenzijde Ueda Stardust. De Ueda Stardust neemt de leiding. Jonker Fanatic zet na. Die gaat naar de tweede plaats in het tweede spoor. En in het derde spoor zien we opkomen Trotholic Jet. Trotholic Jet die gaat een wijde bocht nemen. Ten einde de koppositie te kunnen bereiken. Maar Jonker Fanatic lijkt daar een stokje voor te willen steken. En Rick Ebbingen die neemt gedecideerd de koppositie. Jonker Fanatic met een lengtevoorsprong. Tweede positie voor Trotholic Jet. En op de derde plaats Ueda Stardust. 3,5 lengte daarachter volgt dan Enchanter als vierde paard. Het veld is in de rechte lijn voor de tribune voor de eerste maal. Dat zijn op dit ogenblik dus de best geplaatste paarden. Your Love Lore komt aan de buitenzijde naar voren. Die gaat in het tweede spoor aan de opmars beginnen. Wat verder weg hebben we dan Vintage. Die wordt gevolgd door Victoria. Die wordt nog vooraf gegaan door Wish Me Luck. Paarden zijn halverwege de rechte lijn voor de tribune. Jonker Fanatic, daar komt aan de buitenzijde Your Love Lore. En aan de binnenzijde ligt nog altijd Trotholic Jet. Vierde plaats voor Ueda Stardust, die geflankeerd wordt door Enchanter. Daarachter is het Vintage. Schuin daarnaast aan de buitenzijde opkomend Victoria. De laatste plaats is voor Wish Me Luck. Deelnemers in de Klingendaalbocht met nog altijd Jonker Fanatic de leider. Jonker Fanatic een lengtevoorsprong op Trotholic Jet wordt geflankeerd door Your Love Lois. Daarachter volgt een Enchanter aan de binnenzijde Ueda Stardust. Als ze de laatste 1000 meter ingaan in de PC Rode Reis, loon- en vuurbedrijf Kees Roeling prijs. Aan de overkant van de baan Jonker Fanatic. Op de tweede plaats Your Love Lois aan de binnenzijde Trotholic Jet. Daarachter volgt dan Ueda Stardust en Ueda Stardust wordt geflankeerd door Enchanter. Achter deze deelnemers is het dan Victoria. Die wordt gevolgd door Vintage en laatste is nog altijd Wish Me Luck. En zo is het laantje van Jochems gepasseerd en gaan de paarden af op de laatste bocht. Nog altijd Jonker Fanatic en Rick Ebbingen met een lengtevoorsprong op Your Love Lois, André Bakker, Ruud Pols en Trotholic Jets verdedigen de derde plaats. Rob de Vlieger volgt in het tweede spoor met Enchanter. Aan de binnenzijde Richard Heijnen met Ueda Stardust, Wim van der Mespel daarachter met Victoria, dan Karel Roderijs. En die piloteert hier Vintage en Wish Me Luck en Simon Woudstra. Galop nummer 6. Sluitende rij terwijl Enchanter nu wordt uitgeschakeld en de paarden de laatste rechte leiding komen met nog 400 meter te gaan. Het is aan de binnenzijde Jonker Fanatic. Jonker Fanatic trekt nog een keer aan. Jonker Fanatic, Your Love Lois probeert ernaast te komen. Dat lukt nog niet echt. Daar komt helemaal aan de buitenzijde Victoria naar voren. Jonker Fanatic aan de binnenzijde. Aan de buitenzijde Your Love Lois. Aan de buitenzijde Victoria. Deelnemers in de laatste 200 meter. Het is aan de binnenzijde nog altijd Jonker Fanatic. Aan de buitenzijde Your Love Lois. Het gaat op haren en snaren. Aan de binnenzijde Jonker Fanatic. Aan de buitenzijde Your Love Lois. Laat het over aan de rechter. Victoria. Derde dan Trotholic Jet met Vintage. Verder weg dan Ueda Stardust en Wish Me Luck. Paarden hebben. En daar zit een groot voorbeeld van, dames en heren. Een paard met een leeuwenhart. Nummer 3, Jonker Fanatic en Rick Ebbingen.